die gaat dus terug naar 25. Nee. Van Haren, de man met de hete hand. Ja, nagedacht. Ik denk die Van Haren. Het is wel een goede korfballer. Mm-hmm. Maar ik hoop nou eens dat hij dit een jaar, het heel seizoen door, gemiddeld op de 18 wordt. Dat je dan wel meerdere opties moet hebben. Ja. Dus het is, ja, sta je er zelf blid. Mooi, Jousma. Heel mooi. Ook nog jonge meiden volgens mij, hè. Mm-hmm. Cool, cool, cool. Ja, dat zeggen we wel al jaren, hè. Van, ja, gaat de EVO nou de onderkant verlaten en weer naar die middenmoot toe? Wanneer gaan ze dat stapje maken? Wat gewoon, ja, op een hoog niveau ligt. Ja. Ondanks zijn leeftijd, hè, want hij blijft jong. Ja. Terwijl Van Ginkel, geen mand. Maar gelukkig zat er Mick Snel in een mooie actie weer. Oh, Hendrik, klasse. Om kan zetten uit naar een doel. Ja. Je merkt nog wel eens dat als iemand op snelheid is, dat het dan heel lastig is. En dat is ook lastig hoor, om dan nog in een goede afronding te komen. En ik vind het van Hendrik. Geen twijfel. Nee hoor. Buitenkantje weer voor Celeste Smit. Nu lukt het trucje van Meerkerk niet. Nee. En Smit. Maker. Ik bedoel, zij is best wel belangrijk. Ook voor haar vak, maar ook voor het team. Nou ja, kijk eens. Je wordt op de wenken bediend. Net voor zo'n speler als Meerkerk natuurlijk heerlijk dat hij dan nog een keer zou kunnen aanvallen. Nou, ja, dat was ook niet nodig, hè? Dat je iets wil proberen nu. Precies. Het is alleen gek dat je splitter uithaalt, want als je een goal nodig hebt, zou ik die meteen opstellen. Mooie goal. Ze proberen de bal zo snel mogelijk bij een schot af te vangen. Dat Top kan niet kan herhalen. Ja. En dat hebben ze echt, dat doen ze echt goed. Mooie actie. De Wit. Oh, dat is een mooie goal. Geen probleem. Een soort van, hè, de nieuwe aangewezen leider. Ja. En heeft hij dat eigenlijk een heel seizoen gedaan? Even tussendoor. Je bent ook resultaatgericht bezig. Ja. En in dat opzicht, ja, zeker in play-off en dan moet je er wel staan. Ja. Nou, nu net voor de rust misschien dat ze weer het gaatje naar 2 kunnen brengen. Hier, De Wit, kijk eens. Ja. Alsjeblieft. Ja. Tuurlijk. Ja. Via Van Olwegen, Bohadi. Kijk eens, Gert-Jan Meerkerk. Dat verdiende ze ook. Heel hard werken. Echt, ja, voor elke bal doorgaan. Ik heb de Top uiteindelijk dan kwalitatief overheen liep. Maar Blauw-Wit kon lang meekomen. Waar we ook gewoon lastige partijen tegen hebben. Nou ja, goed. Dat blijft dan ook het mooie van onze korfbal league, denk ik zo. Dat die wedstrijden er ook dan echt om gaan. Ja. En het is aan DVO Accounter om de tweede helft te openen. Via Meerkerk, jumpshotje. Mooie goal. Gert-Jan. Snel. Ja, is snel. Nou, Picard. Die zit. Die gaat raken. Een paar pogingen. Er is Picard. Zet even aan. Oh, goede bal van Van Roepel dit. Herhalen. Ja. Ja. Dat werkt bij snel. Dat je weet het. De Wit. Ja, oeh, die valt er net in. Oh. Vijf. Vijfde. Vijf. Schiet 38%. Zo, hey, Picard. Maar Picard gaat ook de tweede helft. Oh, stuurt Picard even helemaal het bos in. Mooie acties. Boadi. Ja, mooi gedaan, ja, zeg. Snel weer in het voorveld. Ja hoor. Bijna identiek plekje. De dames die er mooi in de korfbal league rondlopen. Maar dit is een prachtige, nou ja, driedubbele combinatie tussen. Nou, dit is een goede vrije bal van Chris van Haren. Boadi. Ja, mooie bal weer. Ja, weer Hendricks. Buitenkantje Vlokstra en goal. Kijk eens, ja. De Wit. Daar. Ja, die gaat in de tweede helft ook maar door. Ja, ja, dan mag je 5 minuutjes zitten. Ja, gegarandeerd rust. Oh, Arnold kreeg een tik. En Van Roekel die laat zich niet van de wijs brengen. Tussen. DVO en dan sta je gewoon op 1 voor zelfs.
Dan schiet je gewoon goed. Ja. Kijk eens, Hendrik. Leuke wissel. Kijk hoe dit gaat uitpakken. Nou, Picard die gaat gewoon door. Brouwer, kijk eens. Dat is volgens mij Brouwer daar eerste goal van vanavond. Dan zou je zeggen dat Meerkerken moet. Ja, ik heb die situatie dan tegen Van Roekel gemist. Wat snel weer. Oh, bij echt alleen zijn vingers. Ja. Ja. Kijk eens, Arnold. Goeie goal, Arnold. Weer snel. Ja, ik hoorde hem ook. Niet doen, niet doen. En Picard. Is dat zijn achtste voor Boadi? Oh, Meerkerk. Juist. Zo moet dat. Die zit. Een kans. Om de stand gelijk te trekken. Vlokstra. Oh, die doet wel heel goed. Gaat hem nemen. Kan die ook. Juist. Ja, juist. Platsen. Eentje verder. Brouwer. Kijk eens, klopt. Ja hoor. Ja, zeker. En weer een typische Jet Hendricks reactie. Zal ze ook niet zien in de play-offs tegen Fortuna. Ja. Nou, nu meer kijk zoeken denk ik kan. 17 seconden, daar gaat hij. Dat is toch wel echt iets. Krijgen, zoeken, moeilijke bal dit. Nee, die gaat er niet in. Van Roekel. Nee, dat is een zwalbe. Dat geeft Kok ook goed aan. Jij laat je vallen hier, jongen. Dat moet je niet doen. En dan is het klaar. Dit is het laatste wapenfeit van DVO van de wedstrijd. En leuke finale, 26 tegen 25.